Dit is Drenthe Nu van donderdag 27 juni met vanavond. Technologische doorbraak in Feyenoord met isolatieplaten van schimmels. Sterren kijken in de kenmerkende koepel in Rode. En de 73-jarige hij staat al 50 jaar voor de klas. En het was opnieuw een zomerse dag met zo'n 28 graden en flink wat zon. In Wijster hing er geen wolkje aan de lucht, zoals te zien is op deze foto van Christine Patje. Of het de komende dagen zo blijft, we horen het zo van Robert. Goedenavond. Drenthe heeft er op het vlak van duurzaamheid een primeur bij. Na jaren experimenteren heeft een bedrijf in Feyenoord een nieuwe manier gevonden om isolatieplaten te maken. De ingrediënten: houtsnippers, gras en riet uit de bossen in de buurt. Een technologische doorbraak, zo noemt het Drentse bedrijf het. Wij maken hier biologische, volledig circulaire isolatieplaten die geschikt zijn voor de bouw. En daar hebben wij natuurlijke reststromen waar wij mycelium op zetten, een schimmel op zetten. En dat wordt hard en dat is uitermate geschikt met een goede isolatiewaarde voor de bouw. En wat zit er in die platen? Gras, houtsnippers en riet. Allemaal uit natuurgebieden. Dit is riet. En dat wordt gebruikt om die platen mee te maken. Dat wordt verkleind tot kleine snippertjes. Dat gebeurt ook met het gras. Dat wordt ook verwerkt tot kleine snippers. En dat wordt in mengsel gebracht samen met houtsnippers hout die daar liggen. En dat is de grondstof die Staatsbosbeheer Natuurmonumenten leveren. Bouw is ook verduurzaming nodig. En om daar duurzame grondstoffen in te zetten, dat is best nog wel een opgave. En elke beweging die je daarin kunt maken, die is gewoon hartstikke goed. Het bedrijf ontwikkelde de afgelopen jaren een productieproces waarbij schimmels een centrale rol spelen. Al werkende met andere toepassingen ontdekte ik dat je met schimmels en grondstoffen als houtachtige materialen een materiaal kunt maken. En dat is de start geweest om ermee te gaan experimenteren en te kijken naar een sector met een grote ecologische voetafdruk, de bouwsector. Kijken of we daar bouwmaterialen van kunnen maken. En dat heeft geleid tot het maken van platdak isolatieplaten. Nou, die schimmels die introduceren wij in een recept en die groeien er helemaal doorheen. Dat is eigenlijk een biocomposiet. En die verbinden alle stukjes, verbinden ze aan elkaar. En als het dan droog is, dan is het eigenlijk één harde massa vergelijkbaar met piepschuim. Na jaren van experimenteren is voor het bedrijf nu de tijd gekomen voor het grote werk. Dit is een pilotfabriek, noemen wij hem, waar wij 100.000 vierkante meter product kunnen maken op jaarbasis. En de volgende stap is een commerciële fabriek waar wij 1,2 miljoen vierkante meter gaan produceren op diezelfde locatie. Een inval vanmiddag bij een huis aan de Eb Schuilingstraat in Emmerkompaskuum. Een verwarde man wilde niet meer naar buiten komen en had onder meer de deur gebarricadeerd. Volgens een politiewoordvoerder kwamen er meerdere meldingen binnen van een man die vernielingen bij een huis zou hebben gepleegd. Omdat het de agenten niet lukte hem uit de woning te krijgen, werd een speciaal team ingeschakeld. De man is meegenomen naar het politiebureau. De twee verdachten die eerder deze week zijn opgepakt voor het leveren van wapens aan Richard K. blijven 2 weken langer vastzitten. Het gaat om een 35-jarige man uit Emmen en een 41-jarige man uit de gemeente Eemsdelta. Richard K. bracht eerder dit jaar 2 mensen om het leven in Wijtenveen. K. en de slachtoffers hadden een hoogoplopend conflict over de verkoop van een huis. 2 Roder musea staan op omvallen. Als er geen extra geld komt, gaat Havezate Mensingen op 1 januari voorgoed dicht. En het Speelgoedmuseum op termijn ook, als het niet kan verjongen en vernieuwen. Dat zegt Jantina van der Broek, de directeur van beide musea, tegen Provinciale Staten van Drenthe. Extra geld is niet alleen nodig om te overleven, ook is dat nodig om geld van andere fondsen binnen te halen. De grote telescoop in de Sterrenwacht in Rode werkt niet meer. Maar toch kun je er vanaf nu weer sterren zien. Ik ben hier heel erg blij mee. De kijker is geconserveerd, is terug. En dan in deze, onder deze koepel, dat is toch een heel mooi einddoel. Wim Verkaik zag vorig jaar zijn droom al uitkomen met de terugkeer van een grote telescoop in de voormalige Sterrenwacht in Rode. De kijker werd met grof geschut verhuisd, maar eenmaal op zijn plek blijkt het lastig om hem weer werken te krijgen. Om toch weer sterren te kunnen zien, liet Verkaik 2 kunstenaars invliegen om de kenmerkende koepel te beschilderen. Het was wel een uitdaging, zeker, maar ook echt een hele mooie klus. Want echt uniek om in zo'n sterrenkoepel te mogen werken en ja, zoiets te maken. Dat is iets wat je niet iedere dag meemaakt. Nou, er zitten echt wel heel wat uurtjes in.
En vandaag de laatste dag, dus dat is ook wel gek. Ja. Heb je ook last van je nek? Nou ja, af en toe wel. Nu ook een beetje van mijn pols. Dus het is goed dat het ook een keer tot een eind is dan. Maar ik ga het ook zeker missen. Een week later is het kunstwerk af en worden de stellingen afgebroken. Verkijk is tevreden. Ja, het is echt super, hè? Ja, als je dit zo ziet, joh. En die lucht. Ik vind het ontzettend leuk. Het idee is leuk. Maar die lucht heeft heel veel tijd voor gekost. Maar het resultaat is erna. Nu het hele sterrenwachtcomplex wordt opgeknapt, neemt de nieuwsgierigheid uit de buurt toe. In principe zou de kijker onderdeel moeten zijn van een appartement, maar Verkijk speelt met de gedachte om de deuren iets meer voor het publiek te openen. Dat zou op zich wel mooi zijn als heel veel mensen die denken van, oh, dan wil ik hier misschien weer kijken. Daar moeten we wel een open oor voor hebben. Waarom stoppen met iets wat je leuk vindt om te doen? Zo denkt Hein van Bommel er ook over. Hij is 73 jaar, maar geeft toch iedere dag met veel plezier les. Al 50 jaar. Ja. Dit is allemaal nog exact hetzelfde. Hier is aan de tegels niks gedaan. Hier begon zolder. Dit kleine deurtje zat een deurtje in. En hier begon mijn lokaal. Hier begon dus mijn lokaal en daar is de zolder. Zijn tekenlokaal op zolder van de voormalige middelbare school van Stad en SC Meppel bestaat niet meer. Nu zijn het appartementen en is de aula een binnentuin. Ik vind het een uniek object geworden. Vroeger was het in deze tijd ontzettend rumoerig en luidruchtig in deze ruimte. En nu heerst er een serene stilte. 50 jaar zit hij inmiddels in het onderwijs, terwijl hij eigenlijk al 8,5 jaar gepensioneerd is. 48 jaar geeft hij al les aan Stad en S. Dat was eerst op deze oude locatie. Ik wist precies iedere leerling waar die zich in de pauze ophield. Of achter op het toneel, of in een fietshok, of voor de school. Ik wist het precies. Ik wist precies te vinden wie ik nodig had. En dat is in zo'n bevolking van nou, waar ik nou in zit, zo'n 2.500 leerlingen, is dat allemaal veel, veel minder geworden, veel moeilijker geworden. Maar het onderwijs blijft leuk? Ja, zoals ik het ervaar, blijft het leuk. Ja. Sinds een paar jaar zit de school op een nieuwe locatie. Daar is ook een plein naar hem vernoemd. Wat vinden ze leuk aan het onderwijs? Ja, de sociale contacten die ik gewoon nodig heb. 'S Morgens werk ik sociale contacten hier met kinderen. En dan 's middags sluit ik me meestal op in mijn atelier en ga ik zelf aan het werk. Op school zijn ze maar wat blij met hem. Ja, Hein van Bommel, docent hier, zit 50 jaar in het onderwijs. Hoe bijzonder is dat? Dat is heel bijzonder. Nee, ik vind het helemaal niet bijzonder, nee. En Hein is een heel belangrijk persoon voor Stad en S. Ja, want hoe belangrijk is hij voor jullie? Ik durf wel te stellen dat personen als Hein van onschatbare waarde zijn voor de school. En hoe lang denkt u nog dat u het gaat doen? Ik zeg altijd maar, mensen, het hangt niet van mijn leeftijd af. Zolang mijn werkgever mij wil hebben en zolang ik gezond ben, doe ik het heel graag en ik weet niet wanneer het einde is. FC Emmen heeft opnieuw in Duitsland toegeslagen voor het aanvullen van de selectie. De 25-jarige middenvelder Julius Kade is vastgelegd voor de komende 2 seizoenen. Landgenoot Torben Rijn is voor 3 jaar vastgelegd. Hij kan op meerdere posities op het middenveld uit de voeten. Met nog net geen 30 graden was het vrij warm vandaag. In de dierentuin in Emmen werden de bewoners erom getrakteerd op speciale ijsjes en een koude douche. Nou, we hebben vandaag speciale ijsjes aan de apen gegeven. Dus met wat fruit, met wat lekkers, met groentes. Deze olifanten kunnen wel wat hebben hoor. Maar je merkt toch, als het warmer is en ze staan pal in de zon, dat ze het toch lekker vinden om een douche te nemen. En ook de koeien in het Hunzedal genieten van het warme weer. In een oude rivierdal uit de ijstijd konden ze even pootje baden. Hier ten oosten van Anne zijn ze al tientallen jaren bezig met natuurontwikkeling. De natuurlijke loop van de Hunze is hersteld door oude meanders uit te graven. Witte is doorgaans een rustige plek waar niet zoveel geks gebeurt. Maar 1 keer per jaar verandert het dorp in een soort vrijstaat. En dat gebeurt natuurlijk tijdens de Titi. Dan gaan we van 70 naar 100.070. En het is wel een beetje rumoerig en lawaaiig, maar dat hoort er gewoon een beetje bij, vind ik. Ik heb wel eens dat ik naar mijn eigen toilet wilde en dat er iemand van afkwam dat ik dacht, oh, en wie ben jij? Ja, of mensen gewoon in je huis aan het rondkijken, die denken dan dat je een soort open huis hebt of zo. De Goede Herderkerk in Hoogeveen deelt voor de 4e keer tassen uit aan kinderen die het niet breed hebben
en daardoor niet op vakantie kunnen. In de tasjes zitten vooral speel- en snoepgoed. Omdat ze niet op vakantie gaan, dan krijgen ze toch iets waar ze zich op kunnen verheugen. Ja. Waar ze iets mee kunnen doen met de waardebonden. Oh, dat iedereen tenminste een beetje vakantiegevoel heeft. Ja. Nou ja, dat denk ik wel. Dat het wel heel belangrijk is dat deze kinderen niet vergeten worden. De campings raken voller en voller. Motorliefhebbers nemen langzaam maar zeker assen over. Voor de TT natuurlijk, die dit weekend wordt verreden. En dat betekent ook dat TV Drenthe weer het TT-journaal uitzendt met Karin Mulder. En Karin, vanavond is er voor het eerst iets nieuws te doen op het circuit, hè? Ja, jullie staan er met z'n allen ook middenin. En wij gelukkig ook, want kijk eens achter mij, mensen. Rijen dik, alsof het vandaag al de TT in Assen is. En als de cameraman nog een meter naar achteren doorzwiept, zien we daar... je zou maar Colin Feijer uit Staphorst zijn, mensen. Ja, de belangstelling voor hem is ontzettend groot. En het is tegenwoordig ook op andere circuits steeds meer... dat mensen dichter bij die coureurs kunnen komen. Want dat vinden ze toch wel belangrijk. Bij het WK Superbikes... kennen we dat hier in Assen al, maar het is toch een soort charme-offensief dat ook de MotoGP-coureurs dichter bij hun fans willen komen. Ja, we zien hier van allerlei mensen. Laten we eens even kijken. Wat staat er op dat bordje? Please sign our caps. Wat wil jij graag? Dat we... ja, de handtekeningen. Zijn jullie voor specifiek iemand? Buiten Colin en Zonta natuurlijk, Bezzecchi, Pecco, alle Italiaanse rijders. Waarom dat Italiaans? Ja, Valentino Rossi. Die is al even gestopt, mevrouw. Ja, dat weet ik. Maar dat zijn bloed blijft hier stromen. Hè? Dus zijn nazaten die gaan gewoon verder. Wat is de buit tot nu toe? Zoveel mogelijk handtekeningen. Ja, alleen Colin. Nu Colin, hè? Ja. We hebben nu alleen Colin. En ik zag Zonta net ook al staan. Dus misschien dat we daar ook nog even iets kunnen krijgen. Maar... En anders moet je straks naar het TT-journaal kijken. Want straks in het TT-journaal is Zonta van den Goorberg onze gast. Coureur in de Moto2. Hij is pas 18 jaar oud, maar dit is al zijn derde TT inmiddels. Nou, en hier gaat het nog wel even door, mensen hoor. Ik zeg heel graag tot straks in het TT-journaal. Ah, succes, Karin. Kijk straks dus rond 17:15 naar het TT-journaal op deze zender. De rest van de avond is het TT-journaal ook nog te zien in de herhaling. Voor een week geleden stonden wij op precies dezelfde plaats en toen was nog even de vraag of de TT-camping hier achter mij bij het Witte Diepje wel deur kan gaan vanwege de nattigheid. Nou, de eerste tent staat er en zonnebril is nou ook geen overbodige luxe. Vanavond houdt de tent hier achter mij het doek meest iets droog. En de buien die valt, die doet dat aan de Duitse kant van de grens. Verder een mix van wolken en opklaring van een graad of 14. Vorige week stonden hier nog plassen en die bent helemaal fort. Alhoewel, het is nog niet helemaal droog, maar het water is in ieder geval eraf. Of het morgen helemaal droog houdt, zoals nou lijkt wel. De zon is er dan nog helemaal aan te passen, die zal vooral in de morgen aanwezig zijn. Het wordt slechts een graad of 21, 22 de temperatuur, dat is een flinke stap terug. En de wind die komt uit het zuidwesten. En dan nog even het weer voor de komende dagen. Zaterdag stekt de warme lucht nog één keer de hand naar Roesop en Kriuw te maken met temperaturen van 23, misschien wel 24 graden. Vooral in de morgenzon, later op de dag kan er een buigje vallen, ook een enkele onweersbui. Zondag is het definitief gebeurd met de warmte. En dat is wel lekker hier achter mij op de baan. Op het taluut zit, je fikt in ieder geval niet weg door de zon, want de bewolking die heeft de overhand. Ook dan kans op een bui. Ja, en na het weekend dan zakken de temperaturen weer een deel onder de 20 graden in ieder geval en een blik. Liefst het wisselvallige weer. Tot morgen in ieder geval. Tjö. Tot zover deze uitzending. Online gaan we natuurlijk door. Lees daarover wat de 90-jarige Jannie dit jaar van plan is. Zij ging vorig jaar viraal op internet omdat ze met waterpistooltjes mensen nat spoot tijdens de TT. Voor nu nog een fijne avond en heel graag tot morgen.